Arie en Plek. In die finale zien wij een mighty jump van Jesse Meer vanuit Nuland, die hier de holshot pakt. Meeting Dennis in de eerste match in die halve finale. Bij open klasse 8 en 9 jaar. Hij wordt achtervolgd door de man van de bijrijders van Niel. Namelijk Brent de Keizer. Brent de Keizer op 2. Hier nemen we mee op 3. Op 3 zien we Lenders. Rowan Lenders op 3. Op 1 nog steeds de Meer. Op 2 de Keizer. Op 3 zien wij Rowan Lenders. Die kregen we dan mee op 4. Op 4 zien we de dame. En dat is Wenigings 3-10 natuurlijk. Lint Bloemaans. Maar zij moeten even op gaan passen. Want ze zitten in de volgende orde vanuit de deurbrand. Dus dat is 9-28. Dat is Jasper van Zummeren. Maar het is Bloemaans die hier toch een vierde plekje neemt. En zit plaats voor die finale. Door met de moto 2 in die halve finale. Natuurlijk nog steeds de 8 en 9 jaar. En dat is Jay Prins, Stijn de Groot, Tristan van Roosmalen, Pim van Dussel, Jim Kemp, Jens Dijkmans, Colin van Zuffen, Tijn van den Haag, vooraan. Gaan wij eens kijken naar de bijrijders. Dat is natuurlijk Jay Prins. Jay Prins heeft hier de gaatje geslagen voor Roosmalen. Op 3 en 4, daar is het nog spannend. Waar zit nummer 5? Nummer 5 is Van den Haag. Van den Haag, dan moet ik even de aansluiting nemen om zich te kunnen plaatsen voor die finale. Vooralsnog lijkt de strijd gesneden, is de laatste en de leidende, de 116 die de vierde positie. Dat is Stijn de Groot. Guus van Dijden gaat vooraan en ik met zich mee. De man vanuit de Schijndel-Rikskakeraad op de tweede plek. Wie zien wij dan op 3? Op 3 zien wij Veldhoven. Dat is Renzo Gerrits. Renzo Gerrits op 4. 1, 2, 3. Zit er vooral nog een safe. Zullen doorgaan naar de finale. Wie nemen we nu? Is het een zustertje van? Ja, nee, het is zeker een zuster van. Iemand minder dan Laura Schakeraar. Dus broer en zus in de finale voor een open klasse, 10 en 11 jaar. Van QBNX en die wordt achtervolgd door Jaap Rikkers vanuit Veldhoven. En die blijft gooien in zijn wiel zitten, gaat zeker met hem mee. Deze twee lijken een klein gaatje geslagen hebben voor de man vanuit Geldermals en op de Nick Kerkhoff op de tweede plek. En dan zien we daar een dame strijden die tussen al die heren Lola Bredemans. En die moet toch nog even een paar opschuiven, want Van Daasdonk zit daar nog tussen. Van Daasdonk op die vierde plek, die ook zo belangrijke vierde plek voor die plek in die finale. Gaat het nog lukken? Gaat het nog niet? Dan is het Bredemans, dan is het Van Daasdonk. Het lijkt Van Daasdonk te zijn die toch nog meegaat. En dan Renzo Rens, Promeulen, Nick Kroak, Gijs Adriaanse, Steinbergheffe, Kamilbeumen, Bas de Weerlijk, Willem de Voetzender, dus Laurenzo, die de leading man is, maar wordt daar in de hielen gezegd door Gijs Adriaanse. Die geeft nog niet op. Gijs Adriaanse wil graag als eerste zich plaatsen voor die finale, maar zal er toch een tandje bij moeten zetten, want het is Laurenzo die toch de sterkste lijkt te zijn. Visie mee op 3, de 160 en dat is Nick Kroak gaat zich plaatsen, evenals de 245 Rens Vermeulen. Natuurlijk zit er iemand met goed met techniek, dat straalt techniek uit. En met techniek gaan ze maken en met kracht komt er achteraan ook nog. Hele mooie sprong van Verhagen die net even wat snelheid is. Maar het gaat toch goed laten aan Van Eerwijk. Maar de strijd is nog niet gestreden. We gaan eens kijken naar 3 en 4. Windbox en wie neemt hij mee? Dat is de man vanuit Tiel. 6-26. En de 6-26 is Kallenverwijk. Ook Kallenverwijk doet goede zaken. En ook hij zal zich gaan plaatsen voor die finale bij de boys 12 en 13 jaar. Zij 13 dagen zou zo de finale kunnen zijn, want ik hier voorbij zie dat we Steffen Boren, Van Kessel, Ralf van den Broek, Ryan Roelofs, Niels Hulme, Ruud van der Wijs is het van Boren vooraan. En die wordt achtervolgd door Van den Broek en Van Kessel. Van Kessel met de jump en neemt daar net iets weer. We staan aan de kant van den Broek, net pas afzijden in die derde bocht. En op de vierde plek krijgen we dan ook nog weer over de 2,89. En dat is Niels Hulme die toch het gaatje heeft vragen voor meneer Roelofs. En zal Roelofs helaas afvallen in deze strijd. Andere heren van
15 jaar met Tim Kivi, Erik Peters, Karsten Dennis, Christen Stappen, Jordi Vermeulen, Daan Engels op Kivis, die vooraan gaat, achtervolgd door Peters. Peters op 2. Wie zien wij dan op 3? Op 3 zien we iemand met een hele mooie sprong, die dan weer bijna voorbij gestoken in de pocht, helemaal doorgestoken wordt door Christen Stappen. Maar het is de 16 kaart die toch nog net even wat sterker is. Nummertje 16 moet zijn, Karsten Dennis natuurlijk, op die vierde plek. Deze strijd lijkt gestreden is helaas 381, Jordi Vermeulen de afvaller.